is echt beestenweer in Alkmaar. Met de wind, met de regen. Het stadion zonder dak. Daar is Boadou los en dat is een penalty. Strafschop voor AZ. Binnen de minuut. Daar tikt hij zichzelf aan. Hij wordt ook wel aangetikt. Daardoor tikt hij zichzelf aan. Alles wordt bekeken. Waar was het contact tussen de verdediger en Boadou? Ja, het is er buiten. De VAR heeft er gekeken. En het lichte contact dat er was buiten het strafschopgebied. Hij valt er natuurlijk binnen. Ik denk dat hij zichzelf misschien nog wel aantikt op de rand van het strafschopgebied. Maar het moment dat Boadou wordt geraakt, dat lichte contact, is er dan net buiten. Koopmeiners, keeper laat los, maar heeft hem wel voldoende. Eerste kans wel voor AZ, maar niet zo groot als ze dachten. Stenks verdedigt mee. Bal naar Renner. Die staat daar toch aardig vrij. Renner krijgt hem niet langs Bizot. Eerste goede redding van de doelman van AZ. Bal verlengd door Trauner, schiet door en daar gaat hij erin. Van richting veranderd. Lask op voorsprong. Net in de fase dat AZ sterker is, sterker wordt en de boel onder controle lijkt te hebben. Scoort Marco Ragus. Weer uit zo'n inworp. Zo'n standaard situatie. Het is een wapen van Lask. En dat blijkt hier eens te meer. Oh, wat een fout achterin van Svensson. En wordt het afgestraft? Nee, Bizot. Omdat het schot te slap is. Idrissi. Idrissi tussen drie man. Kan daar niet uitkomen. Dus komt Lask weer. Vriezer. Hand van de buitenom. Vriezer zoekt het in het centrum. Hollands. Pogingen mislukt. Hij levert dan toch nog een corner op. Vier mensen buiten het strafschopgebied die allemaal inkomen lopen. Bal komt daar ook weer bij Ragus. Die standaard situaties. AZ heeft het antwoord er nog niet op gevonden. Bal nu meegeven. Evjen doet het goed voor het doel. Boadou. En daar is hij niet. Slager redt en ook geen rebound. Beste kans voor AZ. Goed uitgespeeld. De Wit geeft aan. Evjen geeft mee. Voorzet van Svensson. Slager heeft hem in ieder geval. Klaus. Ramftel vraagt voor het doel. De bal komt daar met een gelukje. Bizot moet nog verdedigen. Ja, dat loopt allemaal goed af met Bizot. Omdat die bal, denk ik, wordt aangeraakt. Zijn handje er nog tussen moet zetten. Nou, dat was een eigen doelpunt geworden van Koopmeiners. Mooi gekapt, mooi gedaan, maar dan toch de bal kwijt. Nog een herkansing, dat is weer fraai en nu ook het goede vervolg. Is dit een impuls die AZ zo hard nodig heeft? Die drie ziet, schot en dat is niet onaardig. Eindelijk gebeurt er weer eens wat richting het doel van Slager. Stenks liep zich eerst vast, maar uiteindelijk komt hij eruit. En vindt hij Idrissi. En kan Idrissi doen wat hij het hele seizoen al zo goed doet. Naar binnen komen en uithalen. Stenks. Bal schiet door, Boadou bijna, komt de bal op de hand en die moet er dan toch in. Maar gaat er niet in. Slager lag weer in de weg. Maar het spel wordt stilgelegd. Er wordt gekeken nu. Is het hens of niet? Daar komt de bal op de arm. Ja, penalty. De VAR ontnam een penalty aan AZ in de eerste minuut. Nu, met dank aan de VAR, juist een strafschop. Het zat er niet echt in, de 1-1. Hij kan hem nu wel maken. Koopmeiners, ja natuurlijk. Natuurlijk, Koopmeiners vanaf 11 meter. Want dat is dus echt een zekerheid. De 3 minuten extra zitten er zo'n beetje op. Dit mag nog. Bal nog een keer indraaien. En daar valt hij nog bijna. Ja, AZ speelt dan 1-1 tegen Lask. En dat is geen
hele goede uitgangspositie. Maar dat had eigenlijk alleen maar slechter gekund als je eerlijk bent.